Een woning op Noord voor 35.000 euro krijg je niet. Een perceel kost om de hoek hier 30.000 euro. Een huis van 2-3 kamers? 3-kamerwoning van 75 vierkante meter, volledig betegeld. Een keuken met een granietblad. Alle materialen hier zijn van Fabi, Subima afkomstig. Het verf is van Farosje. Een volledig betegeld woning. De toiletten, wasbakken, sanitair, alles is van A-kwaliteit. 110-220 stroom, warm, koud watervoorziening. Dus je begrijpt het. We geven alle luxe, ook aan de middenklasse, de lage inkomensgroep. U heeft het over woningbouwproject gehad, wat me brengt naar Panam, Pan American, waar eigenlijk uw naam genoemd is en dat eigenlijk bij de PG in onderzoek is. Wat? Ja, kijk. Wat in feite het probleem is, is mij nog niet duidelijk. En ik moet die informatie nog precies krijgen. Wat je krijgt is namelijk veel media-informatie, waar wij ook zien dat niet alle informatie gegeven wordt. Misschien wordt er bewust niet alle informatie gegeven of bewust informatie achtergehouden. Misschien heeft men die informatie niet. Dus wij kijken ook wanneer men die officiële informatie van ons vraagt. Dat is nog niet gebeurd en we zullen alle informatie geven wat we hebben. Wij hebben als regering, en dat moet duidelijk gesteld worden, als regering maken we beleid. Als regering maken we beleidskeuzes. En een van de keuzes die we maken voor woningbouw, ook op basis van die analyses, het zou goed zijn als u een keertje een goed interview heeft met de minister van OW of de heer Mark Romy, dan gaat u zien dat er zeker 10 tot 15 projecten woningbouw van de vorige regering stil liggen in bossen, in struiken, allemaal kapitaalvernietiging. Waarom? De overheid wil bouwen. De overheid kan niet bouwen. Dat is historisch bewezen. De overheid kan niet bouwen. Gaat u kijken, die woningen die gebouwd zijn, zijn allemaal scheuringen. Het zijn allemaal woningen die issues hebben. Wij hebben een model gekozen van public-private partnership, waarbij we samen met het bedrijfsleven, samen met de burger, de koper, samen met die banken, samen met de overheid een plan maken en op basis daarvan woningen bouwen waarbij de burger voordelen moet hebben. Dus in feite een soort subsidiebeleid naar die burger. Dus alle particulieren die hun projecten hebben en ze hebben het vastgesteld voor tarief X. En er is een project waarbij de publieke overheid moet inkomen met utiliteiten, elektra, water of infrastructuur. Dat nemen wij als overheid. Ik bouw alle woningen. Ik zorg voor alle installaties, stroom, water in de woningen. En de overheid moet zorgen voor de wegverharding, stroom en water. Ik heb niet gewacht op ze. Ik heb alvast alles voorgeschoten. In samenwerking met de Hakerinbank. We weten, ze hebben het een beetje zwaar. Maar woningnood moet opgelost worden. En dat willen we doen. En nu hebben we het uitgebreid naar particuliere bedrijven. Dat iedereen een voucher krijgt. Als je daar je spullen koopt, 10% korting. Dat wordt binnenkort ook bekendgemaakt. Welke bedrijven? Er zijn een heleboel bedrijven die ready zijn. Zodat men goedkope spullen kan kopen voor de bouw. Maar ook goedkope spullen kan kopen bij de inrichting van het huis. Panem is een soortgelijk project, waarbij het project voorbereid is 2019. Met afspraken daar, met overeenkomsten daar. Wij zijn gekomen, betrokkenen hebben brieven geschreven dat er afspraken waren. Wij hebben gesprekken overgenomen en hij blijkt bereid te zijn om te gaan voor die public-private samenwerking. En zijn bedrag van meer dan 50.000 per woning omlaag te brengen naar 34.000, 34.000. Dat is ook opgenomen in de oefening. Echter staat, dan moet u wel, zoals afgesproken in die public-private, met die infrastructuurfinanciering komen. Hiervoor hebben we één, het project van Purwodadi, hetzelfde model. Daar was prijs van de eigenaar $17.000 per perceel, is teruggebracht naar $7.000. Pan American heeft meer dan 500 van die woningen al gebouwd. Ze hebben die overeenkomst met Hakerinbank. Men bouwt.
Dus we luisteren namelijk wat het precies het probleem is. Dus ik denk dat een beetje meer uitleg van ons als regering, meer uitleg vanuit alle partners die hierin betrokken zijn, misschien die onduidelijkheid gaat wegmaken. Als het gewoon een technisch juridisch probleem is. Als het technisch juridisch probleem is, dan kan je alles uitleggen. Maar als het iets anders in het spel is, dan willen we even naar kijken. Dus wij kijken even naar alles wat het Openbaar Ministerie wil onderzoeken. Alle informatie hebben we al stand-by. Die zijn we ook ready om komen te sturen. Maar het gaat om een public-private samenwerking. Waar we op dit moment Penem, die was als eerste gestart tijdens de vorige regering. Purwodadi wordt op dit moment uitgevoerd. Krippi wordt op dit moment uitgevoerd. Rieberg wordt uitgevoerd, maar daar is de status andere. Al deze woon- en bouwprojecten. En deze week heb ik weer een lange lijst van nieuwe terreinen die we geïdentificeerd hebben. Los van dat prijs omlaag moet, alle verkavelaar of ontwikkelaar moet 10% van hun perceel ter beschikking stellen aan de staat voor sociale woningbouw. Want het is een categorie die niet gaat kunnen bouwen. Laatst hebben we voor een paar gebouwd. Je moet ze helpen met goedkope woningen, zodat deze groep van personen die geen AHP kunnen krijgen, die geen 7% lenen kunnen krijgen, ook geholpen kunnen worden met goedkope woningen. Dus dit is het woningbouwprogramma. Maar president, uw coalitiepartner heeft zich eigenlijk vastgebeten in die Pan-American kwestie. Dat u moet komen antwoorden in DNA. Maar kijk, in DNA hebben we al alarmeer. Ja, de president heeft een deel geantwoord. Dat is het verhaal van die public-private samenwerking. De minister is heel uitgebreid ingegaan. De minister heeft die andere projecten geïdentificeerd. De minister heeft ook gezegd, kijk, de vorige regering had 12 miljoen euro betaald voor Sabaku-project. Iedereen zwijgt met nul woning. Iedereen zwijgt met nul woning. Dat is geen probleem. Begrijp je? En zo zie je namelijk dat men een issue presenteert. Misschien om een stukje eng politiek belang. Dat weet ik niet. Het kan zijn. Ik weet niet, u noemt het op mijn coalitiepartner. Kortom, wij zeggen, we zitten in een coalitieregering. Als iets onduidelijk is, laat het komen. Al deze zaken, mevrouw, zijn in de regeringsraad besproken met alle coalitiepartijen en allemaal hebben meegestemd. Laat dat vandaag je duidelijk zijn. En laat niemand daar buiten een show komen geven van ikke, en ikke niet weten. Iedereen zat daar, er is zo vaak hier gesproken. In de regering is een vraagstuk geweest, welke we niet op één vergadering, op meerdere vergaderingen. Het is zorgvuldig getoetst door financiële deskundigen. En als er een modaliteit kwam van de minister en haar waar minister niet eens waren of deskundigen, werd het aangehouden. Totdat uiteindelijk de oplossing gevonden wordt in een overeenkomst met public-private. En uiteindelijk is dat goed gekeurd. Daarom moet je goed nagaan hoe lang dit behandeld wordt. Het is geen regering die eventjes lichtvaardig over de dingen nagaat. Maar het was wel eerst de PPP. En daarom zie je die anderen soepeler gaan, omdat er nu ervaring is opgebouwd. Er was geen ervaring op het gebied van PPP-samenwerking. Suriname heeft geen ervaring met public-private samenwerking. Het is een nieuw mechanisme, maar het moet gestimuleerd worden. Het geld zit niet bij de overheid. Het geld zit bij de particulieren. Daar moet je hun stimuleren, daar moet je hun incentives geven, daar moet je partnerschap luisteren, komen jullie investeren, ga je grond geven. Zoals we nu doen met de agrarische projecten. Kom bouwen, ga je grond geven. Kom investeren, ga je grond geven. Dus wat we hebben, moeten we wel doen. Maar nogmaals, als er juridische issues zijn, dan kunnen we alle informatie geven. Als er politieke issues zijn, moeten wij politieke antwoorden geven. Ben je gaan?